rij ik al, ik weet niet hoe vaak, door Wagenberg. Nooit geweten dat hier achter verstopt deze wereld zit. En deze wereld is van Joost Jongerius. Hoe lang zit jij hier al? Ik zit hier nu 5 jaar. En wat doe je zo al hier? Nou, we restaureren hier klokken en barometers. Antieke klokken, barometers en aanverwanten. Want eigenlijk, ja, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Alleen, volgens mij tikken er weinig klokjes meer tegenwoordig. Want digitaal, hangt geen klok meer aan de muur of een batterijtje erin. Hoe heb jij werk? Ja, gelukkig wel. Maar er zijn zoveel huizen, want je zegt je vindt mij niet snel. Maar er zijn ook zoveel huizen waar gewoon nog oude klokken hangen. En ga maar eens na, hoeveel mensen hebben nog een comptoise of een staartklok of een pendule. Maar die krijgt niet alle aandacht meer die ze vroeger hadden. Omdat we inderdaad heel veel... Dit is dan geen... Ook jij loopt met een... Of is het een mechanische? Het is echt mechanisch. Ja. Het is geen antiek horloge, maar ik ben hier wel heel blij mee. Hoor. Want jouw fascinatie is de mechaniek, hè, volgens mij, in die klokken. Want dit zijn allemaal mechanische klokken. Mag je dat zo zeggen? Ja, dit is allemaal mechanisch. Ik doe geen elektrische... Ja, elektrisch is ook wel mechanisch, maar ik doe geen klokken die niet door een mechanisch deel aangedreven zijn. Dus. Want volgens mij klopt dat. Je hebt eigenlijk materiaal in handen wat mensen misschien al een paar eeuwen geleden gemaakt hebben. Ja. De meeste klokken, ja, ze begonnen al in de 15e, 16e eeuw kwam de uurwerkproductie op gang. En vanaf die tijd heb je klokken. Maar is er ook veel in Nederland gemaakt of kwam het eigenlijk allemaal uit het buitenland? Hoe zat dat? Ja, Nederland is van oudsher een goed producerend land geweest. We hebben best een aantal verschillende klokken. Dus denk aan de Friese staartklok. Denk aan de Zaanse klok, maar denk ook aan een Amsterdamse antologie. Dus hier dit uurwerk, dat is een uurwerk uit zo'n grote staande kast. Zo'n wortelloten gefineerde staande kast. En dat zijn echt Nederlandse stokpaardjes. Daar is veel van gemaakt. Moet je zoiets ook eigenlijk goed onderhouden? Los van dat je hem op tijd... Ik weet dat nog bij mijn oma vroeg, je moest je aan de ketting trekken. En dan veel gerammel en kabaal. En dan mocht hij weer slaan. Maar zou je daar elk jaar iets aan moeten doen? Of hoe zit dat? Nou, je hoeft niet elk jaar wat te doen, maar kijk... Een klok is een mechaniek, hè, en die verdient af en toe in ieder geval smering. Hè, dus hij moet eens in de 4-5 jaar dient zijn klok gesmeerd te zijn. En daarnaast komt er op een gegeven moment de slijtage in, toch in elke klok. En dan ben ik aan de beurt. Ja. Waar heb jij dit geleerd? Van jouw vader, grootvader? Zat het in de familie? Nee, mijn vader had een voorliefde voor klokken en komt dat hier bij mij ook nog één dag in de week doen, dus dat is heel leuk. Maar ik ben eigenlijk helemaal los van hem, ben ik per ongeluk in Schoonhoven terechtgekomen voor het goud- en zilversmeden. En maakte daar kennis met het uurwerk maken. En daar hebben ze ook een opleiding daarvoor? Ja, en die is er nog steeds hoor, dus er komen nog steeds jongens van school af. Ik heb hier altijd twee stagiaires lopen die van Schoonhoven, of die daar op school zitten en die hun praktijkervaringen moeten doen. Bijzonder, want ik denk dat het voor veel mensen onbekend is. Maar je doet zo'n opleiding, je moet volgens mij hele goede ogen hebben, rustige handen en wat nog meer? Ja, geduld. Kijk, ja, geduld. En je moet een beetje bevlogen zijn, hè, want het zijn grote gecompliceerde uurwerken heb je erbij zitten en... Ja, dat vraagt gewoon tijd. Maar het zijn zulke leuke dingen. Het zijn ook puzzels. Hè? Het leuke van deze klok is dat deze wijzerplaat kan binnen. Hier is de hemel die hier achter zit. Die was helemaal leeg. En we weten nou helemaal dat onderin die wijzerplaat van zijn wijzerplaat, of onderin zijn wijzerplaat, die is van Amsterdam staande horloge, daar is gebruikelijk dat daar een mechaniek zit met scheepjes. Je hebt hier voor die achtergrond nog ruimte en je ziet het hier op die achtergrond, dat is de kade van Amsterdam, hè, met het aangezicht van Amsterdam. Dus toen zijn wij op zoek gegaan naar soortgelijke afbeeldingen en ik vond in de boeken een wijzerplaat die heel erg in de buurt komt. Vooral als je goed kijkt naar de ornamentiek rondom het gat. Dus toen ben ik aan het werk gegaan en heb al die scheepjes gekopieerd en hier in de wijzerplaat gebouwd hierachter. Dat moet allemaal geschilderd worden. Dus als de klok straks loopt, gaan die scheepjes zo rustig met elke tik gaan ze heen en weer voor de kade van Amsterdam. Wat heb je op dit moment zoal staan? Want er staan een heleboel binnenwerken of uurwerken. Van de meeste klokken heb ik ze compleet. Hè. Dus gewoon de kleine huisklokken, die hebben compleet met kasten, wijzerplaten enzovoort. Ik pak even dit voorbeeld weer.
van zo'n grote staande klok. Daar moet het uurwerk van gerestaureerd worden, de wijzerplaat wordt gerestaureerd. Maar ook de kast en houtkast, die gaan naar de meubelmaker toe. Kunnen we eens rondkijken, want er zijn volgens mij ook hele mooie wijzerplaten waarvan alles op staat die een betekenis hebben. Laten we gaan kijken. Ja. Ja, ja, ja. We staan hier bij een van de vele bijzondere uurwerken die je hebt. En volgens mij moet je ook veel koper poetsen. Hè? Dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, ja, ja. Het moet allemaal schoon zijn. Hè? Want als het schoon is, dan kun je zien wat je hebt. En kun je zien waar wat mankeert of en functioneert. Dus dat is belangrijk. Maar waarom is deze bijzonder? Want hè, klokken slaan het uur, maar deze kan nog veel meer volgens mij. Ja, nou kijk, de basis is het lopen van de klokken. Hè? Daarnaast zit er dikwijls een slagwerk op, zodat je kunt horen hoe laat het is. En soms hebben ze nog extra verrijkt met een speelwerk. Daar zit er een hele serie bel op. En die slaan, die spelen een melodie. En eigenlijk is die melodie om je te waarschuwen van, luister, zometeen ga ik de uren slaan en dan kun je tellen hoe laat het is. Want ik zie hier, ik weet niet of de camera dat kan zien, maar er zit een soort rol op met puntjes. Alsof je bij een orgel in de straat zie je ook zo'n rol met puntjes en een soort speelboek. Het ja, principe is hetzelfde. Kijk, het gaat erom, je muziek die wordt gespeeld en die moet ergens op afgelezen worden. Je hebt die rol, dat is een rol met gaatje in dit geval, wordt door die speelrol, de pennetjes op de speelrol worden de hamers uitgelicht en dan gaan ze spelen. Ja, en dit noem je de bellen? Ja, dat zijn de bellen. Zitten de hamertjes? Ja, die hamertjes die kunnen daar tegenaan slaan. Als je een touwtje trekt, dan gaat die de melodie spelen. Ja. En dat is dan, neem ik aan, altijd dezelfde melodie? Nee, dat kan. Nee, voor. Op de wijzerplaat zit een hefboompje, dat kan je hier aan de achterkant mooi zien. Dan kun je aan schuiven en als je die schuift, dan wordt die ingrijpen van die rol een stapje verschoven. En dan krijg je op de rol een andere melodie. Dus we hadden net die ene melodie, dan schuif je een stuk op. Als je dan nu gaat laten spelen, dan krijg je een andere muziek. En dan zitten er 6 verschillende stappen op, met pennenrijen. En er zijn ook 6 verschillende melodieën. Waar. Ja, als je dat bent, zet je wat anders op. Net een jukebox in huis, hè? Alleen wat ouder. Ja, oh, wat apart. Dat kon dus ook bij de klokken. Ja. Ja, ja. Maar dit was dan wel de koning onder de klokken? Of? Ja, dit zijn de... Kijk, een Amsterdamstaand horloge is al een heel bijzondere klok. Hè? En als je dan nog een speelwerk erin hebt, hè, of een mechaniek zoals ik straks heb uitgelegd, dan... Een van de rijke koopmannen aan de singles. Ja, ja, dat is wel een heel bezit. Nou, volgens mij kan je heel veel uren hier doorbrengen. Dat doe je waarschijnlijk ook, want het is geduldwerk, precisiewerk en dat mag aandacht en tijd krijgen. Ja, klopt. Ik hou je niet langer van je werk, want je hebt nog veel te doen. Maar zeer bedankt dat we hier in jouw wereld mochten kijken. Alle plezier. Dankjewel. Oké.